We hebben het eerder over het boek van Paul Kennedy gehad, The Rise and Fall of Great Powers. Ja, en nu moeten we dus die Engineers of Victory. Een hartstikke interessant boek. Eigenlijk, ja, kijk, dat boek Rise and Fall heeft natuurlijk enorme pretenties. Maar in allerlei opzichten is dit boek is praktischer. Ja. Omdat het ook over hele praktische problemen gaat die ook op een praktische wijze opgelost moesten worden. En hij had je was kritisch over dat vorige boek, omdat het in 87 geschreven was en 2 jaar later. Ja, ik was sympathiek kritisch. Ik wilde eigenlijk voornamelijk laten zien dat je zo'n analytisch verhaal over de rise and fall of the great powers sinds 1500, want omstreeks die tijd begint dat boek. Dat je daar eigenlijk niks aan hebt als je dus zelfs de naaste onmiddellijke toekomst wil voorspellen. Dat met name natuurlijk, maar dat geldt voor ontzettend veel mensen, ook voor mij overigens, dat ik de enorme mogelijkheden van de EU niet heb gezien op het moment dat de Sovjet-Unie natuurlijk in elkaar stortte. Ja, waar moesten die landen heen? De Baltische Republieken, Polen, de hele Sante Kraam, die hadden maar 1 vluchtweg natuurlijk, namelijk de NATO en de Europese Unie. Notabene dat toch Zweden en Finland, dat die ook zich bij de NATO hebben aangesloten. Ja, dat vinden we nu ineens allemaal heel normaal. En ja, die hebben ook met die mugjes en zo. Dus dat. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele uitzonderlijke situatie. Dat dus eigenlijk de implosie van het Sovjet-imperium heeft eigenlijk, hoe gek dat ook klinkt, een soort nieuw imperium gecreëerd in de vorm van de Europese Unie. Alleen is dat qua vorm een betrekkelijk uniek imperium, omdat het bestaat uit zelfstandige staten die een enorm talent hebben om met elkaar dwars te zitten en ruzie te maken en tegelijkertijd overhuifd worden door grotendeels 1 munt. Grotendeels dezelfde regelgeving, dezelfde normen en waarden enzovoort enzovoort. Dus dat is een. Ja, nu heb ik natuurlijk een heel gevaarlijk woord gebruikt voor de Europese Unie, namelijk dat het een imperium is, een empire. Dat was mijn idee niet. God, wie las ik daar nou? Zo'n bekende Engelse essayist zei, je moet de EU zien als een empire. Daar dacht ik van, nou, laten we eens even wachten. Maar goed, ik heb het voorbeeld gegeven van Oostenrijk-Hongarije, wat in feite uit 2 nogal verschillende onderdelen bestond. Namelijk het bekende Duitse onderdeel natuurlijk, met Wenen als hoofdstad. En dan nog allerlei buitengewesten. En je kon, als je een Hongaars paspoort had, kon je geen Oostenrijks paspoort krijgen. Kortom, ook dat was een imperium, ik geloof dat je dat kunt zeggen. Ja, dus de Europese Unie is een zonderling nieuw soort imperium. Wat we misschien iets serieuzer zouden moeten nemen dan we zelf doen. Zeker in Nederland. Hè? Waar altijd zo'n toon is, nou ja, kost geld. Ze gaan de stroopwafels verbieden. Ja, je weet het maar nooit met die lui. Dat die toon. Ah, dat van censuur natuurlijk. Hoe kwamen we hierop? Nou, op het boek van Paul Kennedy. Het tweede boek wat we gaan doen. Ja, het boek van Paul Kennedy, ja. Het is hartstikke leuk om te lezen. Ja, je ziet die opeenvolging van imperia. Die natuurlijk allemaal tenslotte toch een beetje in de versukkeling raken. Tot in feite 2 buiten-Europese landen. Niet waar de Koude Oorlog beheersen, namelijk de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Sovjet-Unie, het werkt economisch niet. Als het economisch niet werkt, dan kun je het wel een tijdje volhouden. En je kunt ook wel al die vlaggen wapperen, interessante poppenkasten, oorlogsschepen. Maar op een moment is het op. Ja. En dat moet je zeggen van de Verenigde Staten, omdat de Verenigde Staten een wonderlijk fenomeen zijn in die zin. Dat het aan de ene kant een beetje op is, met name het politieke systeem is natuurlijk volledig ontspoord. Ik denk dat je dat toch wel deels kunt zeggen. Als de meest invloedrijke politicus van het land een persoon is die A, evident psychisch gestoord is, die B, een staatsgreep heeft gepleegd in 2020, 21 natuurlijk, 6 januari.
Ja, en die man die is dé kanshebber om kandidaat te zijn van een van de twee grote partijen. Dan weet je natuurlijk dat er iets grondig misgegaan is. En dat is naar mijn idee het geval. Maar Amerika is zo'n divers en complex land dat in tegelijkertijd allerlei dingen goed gaan in Amerika. He? Je hoeft helemaal niet lang in Boston te zijn om te denken, goh, het valt enorm mee. He? Ja, oké, we hebben die gek, maar die komt nooit naar Boston. Dus idem dito, wat je in L.A. treft, geweldig, nou, vind ik althans. Ja, hij heeft ook zijn kant, dat is een mindere kant, en dat geef ik toe, maar ik vind L.A. eigenlijk een prachtig voorbeeld van een echte moderne stad. Dus ja, dat heeft Amerika ook. Ja, en dan flyover country, zoals ze het zelf noemen. Als je dan een dorp in Wyoming, dan denk je, ja, dit is toch ook wat, zeg. Hè? Dit, daarbij vergeleken is Bunnik het paradijs. Ja, dat zijn die treurige stadjes. Maar die zijn er ook. Het is een continentale staat. Dat is voor Nederlanders ook volgens mij moeilijk geestelijk te verwerken. Hoe groot het is. Ik ben nou een week lang met de bus door Duitsland gereden. En ik moet je zeggen dat ik al heel snel dan in die bus zittend. Prachtig. Ja, zeker in het voormalige DDR. Onaangetast cultuurlandschap van grote schoonheid, vind ik. En dat je denkt, daar zitten we ons in Nederland toch druk te maken, niet waar? Het is toch eigenlijk een kabouterlandje. Ja, het is een mengeling van vaderlandsliefde, om het maar even zo te noemen, aan de ene kant. En dat je ook denkt, van kom op jongens, het is een stadsgewest. Heel veel meer dan een soort van goed opgeverfd roergebied is het niet. Ja, dat is gek eigenlijk, dat je dat, omdat je toch in Nederland zelf zijnde gevangen raakt in, zeg maar, de nationale bubbel. Hè? Ja, ja. Maar en voordat je het weet, ga je denken wat belangrijk het allemaal is. En boeh, dat is zus en zo. En, terwijl het, ja, wat ik al zeg, Noord-Rijnland-Westfalen is ongeveer even groot als Nederland. Heeft ongeveer evenveel inwoners als Nederland. Zijn we daar enorm in geïnteresseerd in Noord-Rijnland-Westfalen? Ik wil wel dat de meeste mensen het niet eens op de kaart kunnen aanwijzen. Dus het is overigens wel wat armer dan Nederland, dat moet er maar bij gezegd worden. Dus ja, daar had ik veel last van. Vorig jaar natuurlijk in Amerika. Hè? Eindeloze wegen in Wyoming. Wat dan gewoon niks is. En om de opwinding dan, als ik weer terug ben in kabouterland, met kabouterpartijtjes ook zo erbij. Ja, oké. Dit wat betreft mijn algemene wereldhistorische beschouwingen, zal ik iets doen aan die Engineers of Victory. Zo is niet het eerste hoofdstuk van het boek. De hoofdstukken betreffen eigenlijk wat ik nu dadelijk ga behandelen, namelijk het enorme succes van de Duitse panzerdivisies in de bredere zin van het woord. De kwestie van natuurlijk de aanvoer van goederen over de Atlantische Oceaan. Dat wil zeggen, hoe maken we de tocht van Amerika naar Engeland veilig? Dat speelt een rol. Wat natuurlijk een groot probleem is, hoe gaan we landen als we Hitler tenslotte natuurlijk in zijn Europese vesten willen aanpakken? Dan hebben we er drie. Dat is nog een slothoofdstuk. Dat is ook vrij in algemeen beschouwend. Ik wou aan al die dingen ga ik aandacht besteden. Misschien niet allemaal. Kan zijn dat ik de landingsproblematiek verbind met een van de andere kwesties. Maar ik ga het allemaal toch behandelen. Want dat is wel op zichzelf ook wel interessant. Dat natuurlijk, komt eigenlijk zelden, wordt dat gedetailleerd aan orde gesteld, namelijk de geallieerde campagne in Italië, waar het meerdere malen echt kantje boord is geweest, omdat ze daar meerdere malen geland zijn. Salerno, Anzio, ja, ik zal het uit de doeken doen. En dat er echt geen haar scheelde, ze waren gewoon de zee weer ingejaagd door de Duitsers. Want ja, dat is wel een stramien in dit hele boek, Engineers of Victory, dat het eigenlijk allemaal gaat over het verbazende succes van de Duitsers als het op gewoon puur vechten aankwam.
En ook tenslotte, bij al die hoofdstukken, zegt hij toch tenslotte, wanneer het ook maar was, of het in de eerste periode van de oorlog was, of in de tweede periode van de oorlog, of op de valreep van de oorlog, als het daar bijna afgelopen is. Het vechten van de Duitsers was altijd, als je kijkt naar het aantal gesneuvelden enzovoort, 20-30% effectiever dan het vechten van de andere partijen. Ja, de Russen behalen een enorme overwinning aan het oostfront. Als je even naar de cijfers kijkt. En dan zie je dus dat de Russen veel grotere verliezen hebben geleden dan de zich terugtrekkende Duitsers. Maar dat de Duitsers uiteindelijk natuurlijk toch verloren hebben. Ja, dat moet ik je zeggen. Als je dit nou ook weer leest, al die hoofdstukken. En als je wat breder leest over die oorlog. Het was echt een volkomen halfgare gok. En vanaf december 1941 was het een verloren boel. Kun je zeggen, ja, toen is hij doorgegaan om al die Joden te vermoorden. Dat, ik weet niet, is ook natuurlijk in een soort wonderlijke trauma is die geraakt. En die hele natie eigenlijk met hem, het blijft een hele wonderlijke vertoning. Maar Duitsland was qua vechten verreweg de beste partij in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, je kunt nog zo enorm goed kunnen vechten. Als je natuurlijk vecht tegen en Engeland en de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, dan weet je zeker dat je vroeg of laat zult verliezen. Het had misschien nog iets eerder afgelopen kunnen zijn. Pak een beet herfst 1944. Het had ook wat later afgelopen kunnen zijn. Het D-Day met moeite had ongelukjes kunnen gebeuren, maar de Duitse nederlaag stond als een paal boven water. Ondanks al die nu moeten we aansnijden het probleem. Dat met name in de eerste, weer zo'n minietje, hè. Ja, ik heb ook zo'n theorie dat hoe kleiner het autootje, hoe meer zo die bestuurders willen even laten merken dat ze er ook zijn, hè. Sluit een beetje aan bij Nederland als klein landje, hè. Klein landje, kleine autootjes, kleine mannetjes, enzovoort. Kijken we even naar de eerste helft van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat begint in september 1939. En waar ligt het kantelpunt? Zo eind 42, begin 43. Zo over een periode van een half jaar of zo. En wat we daar zien, dat is natuurlijk het ongekende succes van de Duitse Weermacht. Met name het modernste deel van die Weermacht, namelijk de panzerdivisies. Dat waren allemaal natuurlijk uitgerust met tanks. Waren dat allemaal de modernste tanks ter wereld? Nou, eigenlijk niet. In allerlei opzichten, de Fransen hadden meer tanks en in allerlei opzichten betere tanks dan de Duitsers. Maar je kunt toch zo'n geweldige tank hebben, als je hem niet kunt gebruiken, dan heb je er echt geen bal aan. Als wij met z'n tweeën een tank zouden kopen, dan zouden we nog heel wat narigheid zouden kunnen aanrichten met dat ding. Maar je moet tanks kunnen gebruiken. En dat is wat de Duitsers konden. En dat is, want het is natuurlijk het gebruik van die Duitse tanks, van die Duitse panzerdivisies, was een hele complexe aangelegenheid. Want daarvoor had je ook nog een mobiele infanterie nodig. Daarvoor hadden ze wel vrachtauto's en zo, die konden ze relatief snel verplaatsen. Een groot deel van de mobiliteit van de Weermacht was ook nog steeds afhankelijk van paardentractie en zo. En was in die zin ouderwets, maar die top van het Duitse leger, die was enorm efficiënt en modern georganiseerd. Want er was natuurlijk ook nog de luchtsteun, tactische luchtsteun. De Luftwaffe was in feite anders dan de Engelse luchtmacht, gaan we het ook nog over hebben, of de Amerikaanse luchtmacht, niet georganiseerd om strategisch te bombarderen. Om wel wat gebombardeerd worden, maar waren relatief kleine twee motoren bommenwerpers. De Luftwaffe was primair georganiseerd voor tactische ondersteuning van gevechten, van vechten op de grond. En dat hele systeem, dat werkte zo fantastisch, dat je daar ook nog een vraag bij moet stellen. Hoe kwam dat? Hoe kwam het, die enorme discipline? Want daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Altijd valt je op als het over de Weermacht gaat. Tempo, tempo, tempo. Ik heb
kwam ook een beetje op dat idee natuurlijk, omdat ik dat Market Garden dan doorgespit heb, vanwege die brieven van mijn opa, dat je ook toch gefrappeerd wordt. Het enorme tempo, niet waar, dat die Engelsen die zitten maar te prutsen en te kloten en die raken hun commandant kwijt en de radio werkt niet en ze gaan thee zetten. Nou ja, het is dat je denkt van, Amerikanen waren ook vaak heel kritisch over dat gepruts van die Engelsen. Die Weermacht, dat is van een heel ander hoofdstuk is dat. Dat is dat ontzaglijke tempo wat ze ontwikkelen. Nou ja, dat wordt voor het eerst wordt dat getoond in Polen. Nou ja, hoe lang? Het heeft ook 2 weken geduurd voordat de eerste Duitse panzerdivisie ter hoogte van Warschau was gearriveerd. Dat is relatief snel. Dan krijgen we nog een paar andere kleinere campagnes in Europa. Altijd hetzelfde patroon, dat de Weermacht in no time klaar is met de campagne. Ook daar in Noorwegen, in het noorden. En tenslotte natuurlijk de kleine landjes. Denemarken, daar zeiden ze meteen al, we gaan helemaal niet vechten. We doen de slagboom omhoog. Van harte welkom. Kom binnen. Altijd een lastig moreel moet je je verdedigen. Moet je toch nog enkele honderden mensen laten sneuvelen. Om te laten zien dat je in ieder geval verdedigd hebt. Of moet je gewoon zeggen zoals de Denen, ja, we weten van tevoren dat we het gaan verliezen. Dus er heeft weinig zin om allerlei slachtoffers te laten vallen. Ja, daar spreek ik me niet precies over uit. Misschien moet je toch iets doen. Nou ja, hoe dan ook. En tenslotte, de klap op de vuurpijl. De werkelijke start van de Tweede Wereldoorlog. De gebeurtenis die tal van mensen niet waarbaar bleek heeft weg. Heeft doen verbleken. De campagne tegen Frankrijk. Frankrijk was een grote mogendheid. Frankrijk had een groter leger dan Duitsland. Frankrijk had meer tanks dan Duitsland. Frankrijk had betere tanks dan Duitsland. De Franse luchtmacht was waardeloos. De radiocommunicatie was waardeloos in Frankrijk. Dat hadden de Duitsers tiptop onder de knie. Dus zo'n man, je hebt wel van die foto's van die generaals die dan zo'n panzerdivisie leidden, die hadden ook een soort commando-auto en die konden zo in no time de Stuka's oproepen om hun verwoestende en zenuwslopende werk te doen. Want de Stuka, dat is een duikbommenwerper, en die zet ook een soort sirene aan, waardoor iedereen ook enorm effectief, terwijl het verder niet veel meer was dan sirenes inderdaad. Ja, en dat die grote tegenstander tot ieders verbijstering, ook van de Fransen zelf natuurlijk, maar denk aan de Engelsen. Stalin schijnt echt helemaal van de kaart geraakt te zijn. In 3 weken, nietwaar, verslaat de Weermacht het Franse leger. Ja, hier en daar nog wat mopping up operations, maar in feite is het Franse leger in 3 weken weggevaagd. En dat begint natuurlijk, dan is de vraag, wat moet je hier aan doen? Ook in brede zin werd er over geschreven, over de Duitse Weermacht was volgens velen een totaal nieuw fenomeen. Eigenlijk een uiting van de meest superieure uiting van de moderne industriële samenleving. Van de managerial society. Nergens hadden ze het zo goed onder de knie als de Duitsers met die panzerdivisies die zulke enorme successen boekten. En nou ja, iedereen beveel ik aan om nog eens te kijken hoe die Duitse planning was voor die aanval op Frankrijk. En dwars door de Ardennen heen in 3 weken, was 3 weken, ik geloof nog veel korter, stonden ze in Abbeville aan de kanaalkust. Het was een wonderbare militaire prestatie. Het probleem was natuurlijk ook voor Duitsland, kijk, enorme militaire successen. Dat is in eerste instantie, ja, je juicht, je bent blij, zie je wel, dat kunnen wij. Die andere sukkels, die kunnen niks. Maar zijn altijd ook kunnen hele negatieve uitwerking hebben. In die zin dat je je eigen mogelijkheden overschat. Dat je, zoals Hitler ging denken, en die werd ook grof vastgenoemd, verkreuste veldheer aller Zeiten. Dan dacht hij van zichzelf, toen hij in Frankrijk verslaan, de erfvijand was in 3 weken onder de voet gelopen. Nou, je moet je voorstellen. Waardoor hij in de loop van het verdere conflict steeds de neiging had om te denken, nou, dat is een fluitje van een cent.
campagne tegen Rusland, dat was een zandkastenspiel. Een zandbak-exercitie stelt niks voor, die Russen kunnen niks, wij zijn, nou ja. Een beetje denk aan de spectaculaire overwinning van Israël in 1967. Hè? Jongen, dat was ook indrukwekkend. Het is natuurlijk vaak indrukwekkend per gratie van de totale incompetentie van de tegenstander. Dat was ook in 1967 zo. Maar dat was in 1940 eigenlijk precies zo. En dan denk je, wij kunnen alles. Hè? En dan, naarmate je maar lang genoeg, als je maar lang genoeg treuzelt of wacht of iets anders gaat doen, het verrafelt altijd. Succes is nooit voor eeuwig. Succes is ook altijd tijdelijk. Succes slijt. Sterker nog, succes kan je ertoe brengen om in volgende situaties de tegenstander schromelijk te onderschatten. Of, laten we zeggen, de slijtage van de tijd schromelijk te onderschatten. Zoals Israël heeft gedaan, hè. Ze hadden nietwaar een fantastische voorzet voor oplossingen. Voor het dilemma wat ze eenmaal met zich meedragen daar in het Midden-Oosten. En dat hebben ze niet gedaan. En nu zitten ze, het lijkt natuurlijk of Israël onaantastbaar is, maar feitelijk zitten ze heel diep met de gebakken peren. Zo kun je het toch wel stellen. Idem dito Duitsland, dat zou je niet zeggen in de Tweede Wereldoorlog.